hebben nog 2 minuten toe. Zo hard te lopen als ik kon en daar kon ik dan wel een gaatje slagen. En dan was het volhouden tot de aankomst. Deze wedstrijd kwam ideaal, netjes zonder stress. Nu dat ik die winnend heb kunnen afsluiten, is vertrouwen er terug en kan ik met goede moed naar de komende wedstrijd. Iedereen spreekt maar over Mathieu van der Poel, maar er is ook Wout van Aert, hè? Ja, Mathieu van der Poel, Maaike van Turnhout en dan mezelf. We zijn met drie volgens mij sterk en ja, we bewijzen het ook bij de profs. Iedereen wil graag winnen. Een nieuwe cross, dat motiveert iedereen en ik ben blij dat ik de eerste op de erelijst mag zijn. Laatste vraagje, wat vond je van de omloop?
Ik vond dat mooi. Met het weer van de voorbije dagen was het natuurlijk bijzonder zwaar achteraan in de polders. Maar ik denk een schitterende locatie met het kasteel en een aanwinst voor het veldrijden. Oké, dat zijn prachtige woorden van de winnaar. Ik zou zeggen, geef er nog maar een applaus. Wout van Aert, de winnaar van deze Wilderscross 2014.